Jouw handpop emoties geven, hoe doe je dat? Het is een vraag die heel regelmatig terugkomt. En ja, het antwoord op die vraag hangt een beetje af van het type pop wat je hebt. Ik ga aan de slag met deze vier poppen. En ik ga bij elke pop kijken, hoe hou ik hem vast? En welke emoties zou ik hem kunnen laten zien? Dit is de eerste. Ik zet hem eerst goed op mijn hand. En dan ga ik kijken wat hij kan. Kijk. Zo zou hij boos kunnen zijn. Hier zou zijn blijdschap kunnen zijn. En bang. Oh, dan gaat hij heel snel op zoek naar mij. Bij bang zoekt hij dus steun. Och. En bij verdrietig ook zoekt hij mij ook op. Laten we eens kijken hoe dat bij deze zit. Ook deze zet ik weer op mijn hand. Want op mijn hand, dicht bij mijn lijf, heb ik er de meeste controle over. Nou, deze heeft twee pootjes waar ik iets mee kan. Kijk, met die pootjes kan ik hem dit laten doen. Dus bang of verdrietig zou die hier kunnen zijn. Ik kan ook weer mezelf gebruiken. Het is wat om een egeltje te zijn, zo klein. Dus bij deze kan ik iets met die pootjes. Geef je die pootjes mijn mogelijkheden. En kan ik met een beetje schudden. En ook weer mezelf erbij betrekken. Kan ik emoties laten zien. Eens kijken of ik kan ontdekken waar zijn blijdschap zit. Vertel eens, hoe laat jij jouw blijdschap zien? Ja, oké. Hij zei dus net dat egeltjes niet zo uitgesproken blij zijn. Bij egeltjes is dat niet wat met deze nog best zou kunnen, maar blijft het toch de kleine? De kleine bewegingen. En dat past natuurlijk ook bij zo'n klein beestje. Het eekhoorntje is eigenlijk de omgekeerde versie. De platte versie van het egeltje. Het egeltje speelde ik vooral zo overeind. En het eekhoorntje dus wat platter. Ik kan zijn bek bewegen en ik kan zijn pootjes bewegen. Met die pootjes kan ik wel wat. Maar door die dikke wangen kom ik er niet echt overheen. Dus ik kan hem niet...
Ik kan die pootjes niet overtuigend gebruiken voor emoties. Maar ik kan wel deze kleine bewegingjes maken. Hij is een plannetje aan het smeden nu. Ja, en iets schijnt zo te zijn bij eekhoorns. Tussen ze kiezen aan het weghalen. Dat kan hij ook doen. Klein, een beetje schudden. Ook hij kan weer steun bij jou zoeken als die bang is of verdrietig is. Met die pootjes kan ik wel laten zien dat hij een beetje driftig wordt. Het is echt een flinke driftkikker dit. Ja, en ook hier weer zit zijn blijdschap. Die zit er misschien vooral in tevreden zijn. Het blijft leuk om met een pop te spelen en zo eens te kijken van wat kan die nou precies en ook hoe komt dat dan over? Ja, en dan heb ik ook nog deze. Zo'n lange nek. Een soort sokpop. Die mooier wordt als je hem vasthoudt wat dichter bij je. En hem dan laat bewegen. Bij een vogel als deze is het natuurlijk heel verleidelijk om dit soort grote bewegingen te maken. En dat zou betekenen dus dat hij in zijn emotie vooral schreeuwerig is of misschien wel heel boos. Maar kan die ook iets anders zijn? En waar zit dat dan? Laten we het eens onderzoeken. Waar zit jouw blijdschap? Ja. Blij vind ik bij jou wel vrij duidelijk. En je boosheid? Kijk. En hoe ziet bang er dan uit? Zo? Dat lijkt me meer boos. Dit kan ook verdrietig zijn. Ja, oké. Okay. Dus het is bijna hetzelfde. Dus ga met je pop voor een spiegel zitten. En probeer gewoon wat dingetjes uit. Hou je bewegingen klein. En kijk hoe dat overkomt. Waar zijn emoties zitten. En misschien heeft hij sommige emoties niet. Of zijn die ietsje minder zichtbaar. Dat kan natuurlijk altijd. Ik hoop dat deze video je op weg heeft geholpen met de emoties van jouw pop. Als dat zo is, geef hem een duimpje. Als je meer video's van mij wil zien, abonneer je op mijn kanaal. En kijk ook even naar deze video, want die gaat ook over emoties bij een ander type handpop. Tot de volgende video.